Deze aflevering van WaddenTV speelt zich grotendeels op Vlieland af. Daar zitten vanaf 28 januari maar liefst twee sneeuwuilen. Maar er is ook een Tesselstintje aan. De eerste sneeuwuil die op Vlieland arriveerde, was eind december al gezien op Tessel. Maar daar werd de vogel stilgehouden. Op 30 december werd dezelfde vogel teruggevonden op Vlieland en zit daar dus nu al een maand. Groot was de verbazing van boswachter Karel Suhoren tijdens zijn ronde op 28 januari toen hij plotseling een tweede vogel zag. Twee weken daarvoor was er op de Schelling ook een sneeuwuil waargenomen en die vogel is dus nu naar Vlieland verhuisd. Beide vogels verblijven in het duin langs het pad naar Paal 20. Daar zitten ze meestal lekker rustig op een duintop en houden hun omgeving goed in de gaten. In Nederland zijn nog nooit twee sneeuwuilen bij elkaar gezien. Het gaat hier dus om een unieke waarneming. De afgelopen weken zijn er in Nederland op meerdere plaatsen sneeuwuilen gezien. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze uilen met een schip in Nederland terechtgekomen. Afgelopen broedseizoen was voor de sneeuwuilen in Noord-Canada erg succesvol. Door de overvloed aan voedsel, vooral lemmingen, hadden de uilen meer jongen dan normaal. En deze werden ook bijna allemaal groot. Totdat in het najaar de Lemmingenstand instortte. Toen was er ineens voedsel tekort en gingen de sneeuwuilen aan het zwerven richting het zuiden, op zoek naar voedsel. In Zuid-Canada en Noord-Amerika werden vele honderden sneeuwuilen gezien. Begin december werden er voor de kust van Oost-Canada ook negen sneeuwuilen aan boord van een containerschip gezien. Minstens vijf vogels hebben de reis met bestemming Europa geheel meegevaren en verdwenen toen het Europese vasteland in beeld kwam. Dus waarschijnlijk komen de sneeuwuilen die nu op Vlieland zitten via dit schip in Nederland terecht. Maar 100% zeker zullen we dit nooit weten. De sneeuwuilen op Vlieland hebben het prima naar hun zin. Zolang ze daar voldoende voedsel kunnen vinden, zullen ze er waarschijnlijk wel blijven. En anders zullen ze al zwervend weer langzaam naar het noorden trekken. Sneeuwuilen zijn echte nomaden, dus die komen vanzelf alweer op een geschikte plek terecht. Daar hoeven we ze niet mee te helpen.